Mijn naam is Mohamed Azouz. Ik ben programmamanager begrijpelijke informatie en digitale zorg. En ik mag dit webinar openen en het eerste deel met jullie doornemen. En dan geef ik het stokje door aan Dennis Koolwijk, die is UX designer bij Lusky. En tenslotte mijn collega Thea Duinhoven. Het webinar staat in teken van hoe je ontwikkel je een app, website of andere tool voor de zorg die echt iedereen begrijpt. En ik zal eerst even stilstaan bij waarom het zo belangrijk is en voor wie dat rol ook belangrijk is. En daarna gaat Dennis zal het stokje overnemen om wat praktische handvatten waar je vooral op moet letten. Allereerst voor de mensen die PAROS niet kennen. PAROS is het expertisecentrum dat zich bezighoudt met het terugdringen van gezondheidsverschillen. Ons uitgangspunt is dat gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland gelijk moet zijn. En onze missie is het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen. En binnen het programma Begrijpelijke Informatie en Digitale Zorg hanteren we deze definitie van e-health. E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en met name internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen. En waarom dat zo belangrijk is, omdat we met z'n allen voor een hele grote uitdaging staan. De houdbaarheid van de zorg. We zien uit cijfers van de SER dat de zorguitgaven de aankomende 20 jaar zullen verdubbelen naar verwachting naar 174 miljard. We zien ook heel erg vaak dat de mensen met de laagste inkomens anderhalf tot twee keer hogere zorgkosten hebben dan de hoogste inkomens. En we zien natuurlijk een enorm tekort aan zorgmedewerkers ontstaan. En dit zorgt voor grote uitdagingen. We hebben ook laatst in het rapport van de WRR gezien dat er scherpe keuzes moeten gemaakt gaan worden om die zorg houdbaar te houden. Er zijn grote uitdagingen om de zorg houdbaar te houden. En we moeten ook echt rekening houden met de grote groep Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden. Als we naar een aantal cijfers kijken, dan zien we dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn. Dat zijn mensen die echt moeite hebben met lezen en schrijven. En daarnaast hebben we nog 36% van de Nederlanders die beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. En gezondheidsvaardigheden is weer wat anders dan laaggeletterd. Laaggeletterd gaat het echt over mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Bij beperkte gezondheidsvaardigheden hebben we het ook over een grote groep van mensen die weliswaar in staat is om informatie tot zich te nemen, maar het moeilijk vindt om het op eigen leven toe te passen of het abstractieniveau te begrijpen. En daarnaast zien we ook dat 18% van de Nederlanders digistarter is. En dat mensen met onvoldoende digitale vaardigheden, dat komt veel vaker voor bij laaggeletterd. Het is een grote uitdaging, zeker als we kijken naar de ontwikkelingen van e-health, waarin eigenlijk een heel groot beroep wordt gedaan op de leesvaardigheden en het begrip van mensen. En waarom dat zo belangrijk is, waar leidt dat toe? We zien dat het echt dat tot grote verschillen leidt. We hebben, vooral als we kijken naar het opleidingsniveau, want daar is het goed in te duiden, is dat we zien dat mensen met een lagere of een theoretische opleiding ongeveer 6 jaar korter leven en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid. En er wordt vaak over kwetsbare groepen gesproken. Vaak hanteren we dan, dat zijn vaak mensen, het komt vaker voor bij mensen in lage 6 groepen, mensen die laag geletterd zijn, mensen die lager opgeleid zijn, ouderen, nieuwkomers en statushouders en mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit zijn groepen waarvoor algemeen beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voorkomen dan bij andere groepen. En dat heeft behoorlijke consequenties. Zo zien we bij deze groepen dat er een slechtere uitkomst van zorg is. Hè, dat er een latere diagnoses worden gesteld. Dat er vaak een ongezondere leefstijl is. Dat het medicijnengebruik hoger ligt. Dat mensen vaker te kampen hebben met armoede en schulden. En dat ze ook vaak meer chronische aandoeningen hebben. En als je kijkt naar de ontwikkelingen van e-health, dan zijn die heel hoopvol. Die kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar we moeten er wel met z'n allen voor waken dat e-health toegankelijk en begrijpelijk blijft. Als dat niet het geval is, dan zullen deze uitkomsten alleen maar slechter worden in plaats van dat het beter wordt. En waar het ook in dit webinar over gaat, hoe doe je dat dan? Dat is altijd de vraag hoe. Binnen het programma Begrijpelijke Informatie hebben we een aantal stappen daarvoor ontwikkeld om ook mensen om weg te helpen. Hoe doe je dat? Allerbelangrijkste vertrekpunt is dat je het altijd ontwikkelt met de mensen om wie het gaat. En als je dat vanaf het begin doet,
dan zie je dat het heel belangrijk is. Stap 1, zorg ervoor dat e-health begrijpelijk is. Door het goed te testen, dat mensen het begrijpen en dat het ook goed past in het leven van mensen. Daarna dat je ook naar het stukje distributie kijkt. Is het gemakkelijk te vinden? Kunnen mensen het ook daadwerkelijk gebruiken? En stap 3 is dat er professionals, dus dat mensen niet alleen op digitaal zijn aangewezen, maar dat ook professionals een belangrijke rol krijgen, zodat je een stukje blended care krijgt. Dus, zodat mensen ook gecoacht kunnen worden, of als er een keer een technische storing plaatsvindt, of als mensen hun scherm niet goed hielden, zoals ik dat net deed, dat mensen ook echt hulp kunnen vragen en dat ze niet direct uit het proces vallen. En volgens mij is het altijd heel belangrijk om het goed samen te brengen, en dat je niet alleen verschillende loketten hebt, of het nou in de wijk gaat, maar dat mensen ook echt lokale spelers in preventie en zorg samen worden gebracht. Nou ja, ik zei het net al, eigenlijk een van de belangrijkste uitgangspunten is dat je daadwerkelijk samenwerkt met de mensen om wie het gaat. Mensen die laaggeletterd zijn, mensen die anderstalig zijn. En dat wordt nog wel eens als heel lastig ervaren. En een aantal belangrijke uitgangspunten die daarin heel belangrijk zijn. Want mensen willen graag meedenken, mensen hebben een mening en ze willen graag gehoord worden. Maar dat je ook heel erg kijkt naar hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat je de stem van de mensen om wie het gaat goed meeneemt. Nou, dat je dan niet gaat samenwerken om het samenwerken. Dus dat niet om het afvinken is, maar dat je echt op zoek gaat naar hoe kunnen we hier een goede samenwerking, hoe kunnen we de stem van de mensen goed meenemen. Kijk ook naar de juiste balans tussen wat je vraagt en wat je te bieden hebt. Hè. Soms wordt er voor een panel wordt er een beroep gedaan op mensen die bijvoorbeeld in een armoedesituatie zitten, waarbij de onkosten niet vergoed worden. Dat is een hele grote vraag die je dan stelt. Dus zorg er ook voor dat mensen die met bepaalde issues kampen, dat het makkelijk voor hen wordt gemaakt om mee te doen. Creëer een volwaardige samenwerking. Dat doe je onder andere door in ieder geval een goede terugkoppeling van de resultaten te zorgen. En ook mensen zo lang mogelijk te betrekken. Niet alleen één keer te vragen en daarna niks meer te laten horen. Dat zorgt er ook voor dat mensen zich minder betrokken worden. Maar betrek ze bij een heel traject. Dan krijg je ook de beste feedback. En zorg altijd voor een stukje nazorg. Hè. Mensen kunnen met vragen zitten. Als ze een testsessie hebben gehad. Mensen kunnen onzeker worden. Zorg dat je altijd dat ze kunnen mailen, dat ze kunnen bellen of dat je zelf even contact opneemt. Zodat mensen zich ook heel erg betrokken voelen bij het traject. En uiteraard, dat is eigenlijk gelijk ook stap 1, gebruik begrijpelijke materialen en laagdrempelige methoden. Soms zie je wel eens dat de methoden die worden gebruikt echt wel zo te complex zijn. Waardoor het ook lastig is voor mensen om überhaupt te begrijpen hoe je met hen wil samenwerken. Dus onze oproep is ook vooral om ook daarin te differentiëren en ook te kijken naar equity in plaats van equality. Dus dat je niet één interventie of één app ontwikkelt die voor iedereen moet zijn, maar dat je heel erg kijkt naar wat hebben mensen nodig. En op welke manier kun je een bepaald middel, een bepaalde interventie of technologie passend maken voor mensen en durf daarin ook te differentiëren. Voor ik het woord aan Dennis geef, wil ik ook heel kort meenemen in eigenlijk een quiz. Dit heet onze portalenquiz die je op onze website kunt vinden, waar we aan het einde van de presentatie ook nog even de link van zullen delen. We hebben een grote onbegrijpelijke e-health quiz en we hebben een portalenquiz, ook om een beetje bij te dragen aan een stukje bewustwording. De portalenquiz, dat is samen met in het kader van een open, de online inzage project hebben we dit ontwikkeld, waarbij we eigenlijk ook mensen, ja, bepaalde screenshots waar we tegenaan zijn gelopen bij leveranciers, die delen we om ook even mensen bewust te maken van dit is waar mensen mee te maken hebben. En de vraag die ik even aan jullie heb is, wat is het onderdeel, als je hiernaar kijkt, waar denk je dat mensen, want dit portaal is getest met taalambassadeurs, waar denk je dat mensen tegenaan lopen, mensen die laaggeletterd zijn, wat zouden ze hiervan wat zouden ze verwarrend vinden, vooral op deze pagina? En ik zou zeggen in de chat, maar het is een open vraag, dus ik zal hem ook gelijk delen. Het is meer om een beeld te geven. Dit is wat in een portaal staat. En wat mensen vooral verwarrend vinden, is ondanks dat deze tekst geen moeilijke woorden vindt, vooral het tapje onder opmerkingen. Omdat mensen heel erg dachten van, de patiënt is niet komen opdagen voor dit onderzoek. Dus dit is wat ze in portalen zagen. En eigenlijk is dit portaal is goed getest, maar toch het niet aanwezig, dat heeft bij mensen tot verwarring geleid. Dus ook even om een beeld te geven, dat glucose, dat is getest, hier zit het niet in. Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn, als je tegen een andere groep aanhoudt,
die dan over andere punten struikelt. Maar wat in ons testpanel opviel, is dat vooral dat niet aanwezig tot heel veel verwarring leidt. Dus als je het in een portaal deelt, dan kan dat problemen geven. Nog één voorbeeld daarbij is het volgende, deze patiëntenomgeving. Eigenlijk is de vraag ook dezelfde, wat vinden mensen hier onduidelijk? Waar zijn mensen hier tegenaan gelopen? Kijk even rustig naar, je ziet zo de lengte van data. Het is ook wel veel informatie. Dat zal ik even laten zien. Wat je hier ziet, is dat wat je vaak ziet, is dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, veel waarde hechten aan afbeeldingen. En wellicht als je naar deze, hier staat veel tekst. En, maar het beeld, ook het beeld wat je kiest, moet wel heel duidelijk zijn. Want dit beeld wat je hier zag, dat stond bij de bloeddruk. Daar kregen we de opmerking van de taalambassadeur, dit lijkt wel een pauw. En wat heeft dit nou precies met je bloeddruk te maken? Dus het is ook heel belangrijk dat de afbeeldingen die je gebruikt, dat die ook getest moeten worden. En dat die eigenlijk ook zo helder en eenduidig mogelijk moeten zijn. Dus dit ook om een beeld te geven van waar mensen tegenaan lopen. En ik geef nu graag het stokje door aan Dennis. Dan stop ik even met delen. En die gaat ons vanuit het perspectief van Noeski, hoe zij een app ontwikkelen, hoe zij dat doen. Super, dank Mohamed. Super mooie inleiding. Begrijpelijke app. Ik ben Dennis, ik werk voor Lucy. Lucy is een digitaal zorgplatform waarbij zorgverleners patiënten op afstand kunnen begeleiden. We zijn een paar jaar geleden begonnen met CPD en hartfalen. Dat waren echt twee hele gefocuste doelgroepen. Maar tegenwoordig breidt het uit naar ondertussen meer dan 40 verschillende ziektebeelden. En er zitten natuurlijk patiënten tussen van alle verschillende types. We gaan met te vroeg geboren baby's om, naar patiënten die glaucoom hebben en heel erg slechtziend zijn, tot mensen die astma hebben, wat een leven lang duurt natuurlijk. Wat doen patiënten in Lucy? Dat zijn eigenlijk een drietal dingen. En daarna zal ik het even hebben over de drempels die patiënten tegenaan lopen met dit soort dingen. Het primaire wat patiënten eigenlijk krijgen is coaching via Lucy. Dat is natuurlijk heel erg taalintensief, want ze moeten heel veel lezen over wat voor medicatie ze moeten toenemen, hoeveel medicatie, wat moeten ze doen in geval van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een longaanval. Dit is wel informatie die heel erg belangrijk is om natuurlijk heel erg duidelijk voor de patiënt zichtbaar te maken. Het tweede wat Lucy doet is patiënten opdrachten, acties geven. Dus bijvoorbeeld meet je bloeddruk eens in de week, meet je bloeddruk eens in de maand. Afhankelijk van het type ziektebeeld wat ze hebben, openen ze de app eens of misschien eens in de week of misschien eens in het kwartaal. Dus de patiënten zijn niet echt supergebruikers. Het moet heel erg duidelijk zijn wat ze moeten doen op het moment dat ze de app openen. En we proberen ze zoveel mogelijk te begeleiden. Het derde wat Lucy doet is dan een beetje contact met tussen de patiënt en het ziekenhuis. Het kan dus via videobellen of via berichten. De drempels voor patiënten. Niet elke patiënt is natuurlijk digitaal vaardig. Net zoals Mohamed al aangaf. Niet iedereen kan perfect met de telefoon omgaan. Niet iedereen in Nederland heeft hetzelfde leesniveau. De medische wereld is ook heel erg goed in vakjargon gebruiken. Ik zal zo meteen een paar leuke vakjargontermen laten zien die patiënten heel erg verwarrend vinden. En als allerlaatste heb je natuurlijk ook nog andere beperkingen. Sommige patiënten hebben een slechtere motoriek. Bijvoorbeeld mensen die in polyneuropathie zitten, die hebben zenuwbeschadiging gehad. Die zullen heel erg anders met een app omgaan dan mensen die net 20 zijn en op elk knopje kunnen drukken. Hetzelfde met visueel. Sommige mensen zijn kleurenblind, dus werken de plaatjes die je in je app gezet hebt wel voor iedereen. En hetzelfde met, we zijn heel erg fan van gehoorgebruiken, audio hits. Maar als het enige is wat je zegt, een piepje wanneer je klaar bent en iemand is doof, dan landt het piepje niet echt direct. Misschien enkele voorbeelden van drempels, gewoon echt uit de praktijk. Dit zijn enkele voorbeeldwoorden die binnen Lucy zijn gevonden, die gebruikt zijn in de patiëntenapp. Dit is dus echt rechtstreeks aan patiënten gecommuniceerd. Tensiemeten, OK, POS, u moet nuchter komen en factuur. In de medische wereld zijn dit misschien super logische termen om te gebruiken. Maar als een patiënt ernaar kijkt, u moet nuchter komen. Is dat een kwestie van die drinken de avond van tevoren? Fractuur, dat is ook een hele interessante. En tensiemeten, dat is mijn persoonlijke favoriet. Je kan het ook op een veel simpeler, eenvoudiger manier dit soort woorden zeggen. Tensiemeten, in de volksmond heet het bloeddruk. En hiermee maak je gewoon een les of een stukje informatie veel toegankelijker voor gebruikers. En hetzelfde met de factuur.
Iedereen noemt het een potbreuk. We hebben een test gedaan trouwens van de Lucie-app eergisteren. En daar kwamen ook enkele woorden uit die wij zeker verkeerd deden in de app. Dus die mogen jullie zo meteen van meegenieten. Maar gelukkig, deze die zijn er al uitgehaald in ieder geval. Naast het feit dan dat je hopelijk uiteindelijk een begrijpelijke tekst hebt voor je patiënt, heb je natuurlijk ook nog de situatie van, kan iemand wel echt daadwerkelijk lezen wat er op het scherm staat? Ik bedoel, dan is de tekst wel begrijpelijk. Maar dan heeft iemand bijvoorbeeld een ziekte zoals glaucoom, waardoor de lettertjes heel erg groot moeten worden. Dus als je een app ontwikkelt of een website ontwikkelt, moet je vooral rekening houden met bezoekers inderdaad die hun tekst groter gaan zetten of kleiner zetten. Dat zal nooit voorkomen natuurlijk. Maar het is wel een heel erg belangrijk iets waardoor je dus de toegankelijkheid van je website of applicatie vergroot. Een andere drempel die gebruikers ook zeker hebben is de manier van invoer van wanneer je een vraag beantwoordt bijvoorbeeld. Aan de linkerkant is iets wat we oorspronkelijk ontwikkeld hadden voor polyneuropathie. Dat zijn mensen met een zenuwaandoening. En de interactie hier was dat gebruikers over het scherm heen moesten vegen met hun vinger. Nou, die mensen hebben net een zenuwbeschadiging gehad, dus de hele actie van vegen over het scherm heen was misschien niet de best gekozen actie. Dus we hebben getest met gebruikers en inderdaad gekeken wat was de beste oplossing voor hun situatie. En dat was gewoon simpelweg op een knopje drukken. Dat was veel eenvoudiger en beter te doen voor hun dan vegen over het scherm heen. Ook nog een klein iets natuurlijk is de hoeveelheid opties verminderd. Gewoon dat het eenvoudiger was om naar mijn keuze te maken eruit. Nog een andere laatste drempel waar veel mensen overheen kijken is dat niet iedereen echt digitaal vaardig is. Als ik een gebruiksinstructies geef, pak de USB-kabel en stop het in het apparaat, weet 80% van de wereld wat de USB-kabel is. 20% die zal niet weten wat welk van de twee kabels een USB-kabel is. Dus in dit geval, het soort gevallen, net zoals Mohammed aangaf, doe er een foto bij van wat de USB-kabel is. Je helpt ermee gebruikers gigantisch met de juiste keuze maken. En dat is natuurlijk hetgene wat je wil. Je wil hun begeleiden om de juiste keuzes te maken. Hoe werkt Lucie User Experience? Waarom doen we het natuurlijk? We willen een betere ervaring voor de patiënt hebben. We willen hun zoveel mogelijk op hun gemak thuis houden, dat ze niet naar het ziekenhuis toe willen gaan. En we vinden het zelf ook superbelangrijk om betere beslissingen te nemen. Wat de gebruiker wil is vaak ook het beste voor het bedrijf natuurlijk. Enkele methodes die wij hiervoor gebruiken, ik zal ze later nog even toelichten, zijn gewoon echt interviews. Dit kan met iedereen zijn, dit kan met een arts zijn, hoe wil je iemand begeleiden, dit kan met een patiënt zijn. En erachter komen wat echt de problemen van een patiënt zijn. Bijvoorbeeld met wederom met die zenuwaandoening. Bepaalde van de acties die wij vroegen voor hun, die waren heel erg ingewikkeld om te doen. Gewoon puur omdat hun geen goede controle over hun hand hadden. Een ander dingetje is wat heel erg belangrijk is binnen Lucie is meeloopdagen. We gaan heel erg regelmatig mee of een dagje in het ziekenhuis meekijken hoe artsen patiënten begeleiden op afstand. Of een dagje meelopen met een buurtverzorger die patiënten thuis bezoekt. En user testing, zowel vroeg als laat in het traject. Gedurende het hele traject testen van wat we bouwen, werkt het? En kan het beter voor de gebruiker? Ik denk wel wat eens van de belangrijke dingen wat Lucie doet, is dat echt daadwerkelijk iedereen binnen de organisatie betrokken is bij usability. Zowel de ontwikkelteams, die gaan allemaal mee op gebruikersonderzoeken. Zowel de mensen die content schrijven, dat zijn deels ontwikkelaars, deels medische mensen, zijn betrokken bij usability. En ook onze supportafdeling. Jullie kunnen nou helaas mijn speakers notes lezen, dus daar moeten jullie even overheen kijken. Dat was een geheim. Hetgene wat we binnen Lucie doen is de Genpa Walk. Dat is dat iedereen minimaal 1 keer per jaar een keertje mee moet naar de echte wereld toe. Dat is gewoon meelopen in een ziekenhuis. Dat is een dagje meegaan met een installateur die iPads bij mensen thuis aflevert en uitlegt hoe ze werken. Het is heel erg leuk om te zien hoe een 24-jarige softwareontwikkelaar in aanraking komt met mensen die niks van technologie weten. En de hele culture shock die mensen hebben van, oh ja, wat we maken is eigenlijk heel erg ingewikkeld en zou eigenlijk super eenvoudig kunnen zijn. Iedereen die dit doet komt altijd terug met supermooie verhalen en superveel energie over hoe we dingen kunnen verbeteren. En vaak is het heel erg dan gericht op hetgene wat ze die dag gezien hebben qua problemen.
Maar dat kun je natuurlijk cultiveren naar een geven om alle problemen. Juist omdat iedereen binnen Lucy dus heel erg gefocust is op usability, is er een hele cultuur ontstaan van usability. En om dat verder te voeden, is het gewoon heel erg belangrijk voor ons om alle feedback en alle interviews die wij doen heel erg toegankelijk te maken. Dus iedereen kan zien, oh, dit stukje van de applicatie, dit stukje van een programma levert problemen op voor gebruikers. En hoe kunnen we het aanpassen? En ook hoeveel mensen heeft het effect op? Je moet gewoon heel vaak testen wanneer je een applicatie maakt. Want tijdens elke test heb je altijd wel een aha-moment. Iets waar je achterkomt van, oh, dit had ik moeten zien, dit was zo simpel. Maar toch, je ziet het niet. En puur omdat je het met een gebruiker doet, met meerdere gebruikers doet, en je bent continu bezig met testen, verfijn je het steeds en haal je steeds meer problemen eruit. En een hele fijne tegenwoordig is natuurlijk het feit dat we van alles analytics hebben. Iedereen kan analytics over elke klik binnen een applicatie en website krijgen. Je kan overal de pijnpunten van elke user flow zien. Dus je kan het supergoed zien inderdaad van, oh, al deze patiënten die haken af bij het uitlegschermpje over hoe ze een USB-kabel in iets moeten steken, als voorbeeld. Lucy werkt binnen ontwikkelfases van 6 weken gemiddeld. En binnen elke fase gaan we meestal 4 stappen door. Het allereerste is het shaping-proces. Daarbij doen we heel veel interviews met mensen van, wat moeten we bouwen voor jullie? Hoe maken we jullie leven beter? We doen onderzoek naar hoe dit natuurlijk het beste zou kunnen. En we prototypen het. Zelfs op deze fase kunnen we het al testen met echte gebruikers. De teksten die erin zitten zullen misschien niet helemaal goed zijn. Maar dat werkt juist als inspiratie. Want een patiënt kan vaak zeggen, ja, ik zou op dit moment graag dit willen weten. Of ik zou op dit moment graag deze informatie willen zien. Tijdens ontwikkeling kun je natuurlijk een stuk beter gaan testen op hoe het echt werkt. Je kan een stuk meer echte gebruikers erop loslaten. En je kan een stuk meer content gaan verfijnen. Dit is natuurlijk nog steeds het beginfase, want UX is continu doorgaan en continu verbeteren. Je ziet de pijl gaat steeds hoger, de mate die verder gaat. Dus het wordt hopelijk steeds beter. Zodra het eenmaal echt in de wereld zit, is het heel erg belangrijk dat je feedback verzamelt over je product. Daadwerkelijk er iets mee doet. En ook contact opneemt met de mensen die feedback geven. Als ze feedback hebben, hebben ze waarschijnlijk ook fantastische ideeën voor meer verbeteringen. Gewoon een kort gesprek met iemand voeren, met een paar patiënten, krijg je zoveel waardevolle informatie uit over hoe je het kan verbeteren. Zodra het product helemaal gebouwd is, hebben we natuurlijk ook nog het ongoing, het steeds verbeteren van een product. Dit zijn audits over werkt wat we gebouwd hebben. Is wat we gebouwd hebben, lost dat daadwerkelijk het probleem op wat we wilden oplossen? En hoe zouden we dat nog beter kunnen doen? Dit is heel vaak heel erg gefocust inderdaad op hoe kunnen we specifieke acties verbeteren? Hoe kunnen we mensen sneller helpen? Kunnen we zorgverleners minder tijd per patiënt laten spenderen? Dat ze meer tijd hebben voor echte zorg in plaats van in een elektronisch archief spelen. Allemaal superbelangrijk. En dit is het proces wat Lucy eigenlijk elke 6 weken herhaalt. Voor elke feature, voor elke applicatie die we bouwen, of elke programma wat we bouwen, wordt deze loop steeds herhaald. En vooral de feedback en de experience loop op het einde, die blijven doorgaan en daarmee steeds verder werken naar een beter product. Werk je er hopelijk naartoe dat je steeds minder dingen in brand steekt en fouten maakt. En dat je gewoon steeds meer naar hele gebruiksvriendelijke delen van een applicatie of voor een hele website toe gaat. En daarbij horen ook leuke dingen, zoals wij eergisteren gedaan hebben. De test met een laaggeletterd persoon. En ik kan het nu overgeven aan Thea, denk ik. Dank jullie. Dank je wel, Dennis. Voor Varels is samenwerken met de mensen voor wie er in de zorg allerlei apps gemaakt worden heel belangrijk. Hier zien jullie wat voorbeelden op wat voor manieren wij dat allemaal doen. Mijn verhaal blijft hetzelfde. Hier zien jullie wat voorbeelden van hoe wij allemaal samenwerken binnen de digitale zorg.
Soms zitten we achter de computer, soms doen we het in een groep. Linksonder zie je het online. In coronatijd hebben we heel veel online getest en ook alle taalambassadeurs samen opgetrokken om dat online testen ook te kunnen. En soms gaan we echt met de app de supermarkt in, zoals jullie aan de rechterkant zien. In dat testen van digitale zorg staan altijd een aantal vaste onderdelen. Vergelijkbaar met normale gebruikersonderzoeken, maar vaak net even iets meer toegerust op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die wat minder digitaal vaardig zijn. Zoals bijvoorbeeld het hardop denken, wat je ziet op een website, wat je denkt dat je er kan gaan doen, waar je op zou klikken. Het voorbeeld wat Mohammed al gaf over de interpretatie van beelden. Als een afbeelding niet helemaal hetzelfde zegt als het woord wat erbij staat, dan kan dat voor verwarring zorgen. Dus wij vragen ook heel erg naar de interpretatie van beelden. En het voorlezen en terugvragen zijn twee van die methodes die ons heel erg helpen. Is een zin duidelijk? Is het goed opgeschreven? En door het terugvragen kom je erachter wat iemand denkt dat er staat. En weet je of het op begripsniveau of het klopt. En het fijne zelf vind ik altijd dat met de taalmasters, zij kunnen hele goede adviezen geven. Als er iets niet duidelijk genoeg is, dan kunnen we heel erg samen optrekken om te kijken van, hey, hoe kan dit nou verbeterd worden? En wat zou een beter alternatief zijn? En Mohammed en ik noemen vaak het woord taalambassadeurs. Voor degenen die dat woord niet kennen, als je VAROS kent, dan zou dat een veelgebruikt woord moeten zijn. Maar taalambassadeurs zijn voornamelijk verbonden aan Stichting ABC en aan Stichting Lezen en Schrijven. En dat zijn mensen die voormalig laaggeletterd zijn en die ervaring gebruiken om ons te helpen om allerlei materialen te verbeteren. En met hen doen we dat testen dus heel vaak en daar zagen jullie ook die afbeeldingen van. Afgelopen dinsdag hebben Dennis en ik samen een aantal afbeeldingen, een aantal printscreens van een app van Lusky getest. Dat hebben we gedaan met Dickie Gingnagel. En wij hebben bij VAROS de eer dat hij één dag per week onze collega is geworden. Dus heel fijn dat hij gewoon één dag in de week op kantoor is om dit samen met hem met ons te doen. En hij heeft samen met ons naar de app gekeken. En ik wil jullie meenemen in wat voorbeelden waar hij tegenaan liep. En ik heb samen met hem deze presentatie gemaakt. Dus hij alle uitspraken die zijn rechtstreeks van hem. En hij zei ook, Thea, je kan het precies zo vertellen, want dan komt het dichtste bij wat ik ervan vind. Jullie zien elke keer de afbeeldingen van de app met de uitspraken erbij. En die zal ik een beetje toelichten, maar lees vooral ook mee in de quotes die erbij staan. Het linkerscherm zie je het icoon van de app met de naam ervan. Voor Dickie was het woord thuismeten wel heel duidelijk, dat je thuis iets moet gaan doen en dat je iets moet gaan meten. En als je het in de context van de zorg bedenkt, dan was het voor hem ook wel duidelijk dat je iets van je gezondheid moest gaan meten. Er stond op dat moment bij de app van Dennis ook zo'n eentje erbij. Die zie je links of die zie je onderin bij de berichten. En Dickie gaf aan, voor mensen die vaker apps op hun telefoon hebben staan, is zo'n eentje wel duidelijk. Als mensen daar minder ervaring mee hebben, is dat belangrijk om te laten weten. Want zo'n eentje betekent dat je iets moet gaan doen in de app. Waar de tekst duidelijk was, was de afbeelding. Had Dickie een aantal goede tips over. Door de afbeelding ook duidelijker te koppelen aan wat je ermee moet gaan doen, dat thuismeten dus. Dat hartje was voor hem heel duidelijk, maar hij zei dat kunnen wel heel veel verschillende dingen betekenen. Als je de app opent, dan zijn dit de twee onderdelen die wij bekeken hebben. De pijnscore en gewicht. Die weegschaal was heel duidelijk. Dat bliksemschichtje wat minder. En ook het woord pijn en score achter elkaar was voor Dickie best moeilijk te lezen. En wij kwamen er eigenlijk gezamenlijk op dat pijn eigenlijk een heel mooi alternatief is en dat je dan ook precies weet wat je daarna moet gaan invullen. Dus soms zijn de oplossingen ook heel simpel. Als je dan je pijn gaat invullen, dan worden er heel veel verschillende woorden gebruikt voordat je iets met die pijn moet gaan doen.
Er staat pijn, geef pijn een cijfer, een pijnschool, een pijnladder. En Dickie gaf de tip, gebruik daar nou de hele tijd hetzelfde woord voor, want dan weten mensen ook dat je hetzelfde bedoelt. En niet dat het misschien iets anders is waardoor er verwarring kan ontstaan. Want eigenlijk wil je de hele tijd hetzelfde zeggen. We hebben ook gevraagd hoe makkelijk het is om je pijn een cijfer te geven. En Dickie kende dat wel uit het ziekenhuis. Dus hij zei, ja, dat is voor mij wel een fijn iets om te doen. Maar wat Dennis net al liet zien, een andere tip van hem was om inderdaad met smileys te werken. En dat had inderdaad ook wel te maken met zo'n scroll, zo'n veegmethode. Die wat minder makkelijk is. Niet alleen denk ik voor mensen die Dennis eerder noemde. Maar het vergt best wel een precisie in om op het goede uit te komen. Dus Dickie zei ook, doe dat nou gewoon naast elkaar. En laat het me ook zien als ik iets heb aangeklikt. Dus geef dat een ander kleurtje, want dat, dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. En mensen die niet zo heel digitaal vaardig zijn, zijn vaak heel erg gebaat bij zulke soort trucjes. Want dan weet je dat je het goede hebt ingevuld. En dat geeft zelfvertrouwen dat je iets goeds gedaan hebt. En dat weerhoudt de angst om fouten te maken in een app. Hij vond ook dit plaatje veel beter bij de pijnscore, omdat dat wolkje wat bozer... het boze wolkje erbij zat en dat kwam voor hem iets dichter bij de pijn als woord bij. Als je dan een cijfer hebt gegeven, en dit is wel iets wat ik vaker in testrondes ben tegengekomen, dat het heel fijn is dat je daar iets bij kan toelichten. Dus als je dan 10 punten hebt gegeven, ja, hoe komt het dat het zo erg is? Of wil je een berichtje naar je arts sturen met een vraag erbij? Voeg een opmerking toe. Daarvan zei Dickie wel, ja, opmerking is misschien wel een moeilijk woord. Dus ik zou zeggen, geef meer uitleg over je pijn. Zodat je echt een oproep doet aan patiënten om gekoppeld aan de pijn een uitleg te geven. Waar dan een arts die dat leest iets mee kan. Zeker als je natuurlijk een 10 geeft, dan moet er iets bij om aan te geven wat daar dan precies aan de, aan de hand is. Vervolgens hebben we gekeken naar het meten van je gewicht. En daar is het een van de eerste dingen bij dat je batterij moet installeren. Nou, Dennis en ik hadden ook een hele leuke discussie over sinds wanneer kan je batterijen installeren. Volgens mij stop je ze er gewoon in, zei Dickie toen. En nou ja, zulke soort wijzigingen zijn natuurlijk heel mooi snel op te lossen. En ook zoiets als een vlak en hard oppervlakte. Daarmee bedoelen ze gewoon dat je op de vloer moet gaan staan. Daarbovenin die flow van annuleer en volgende, dat was... dat zag Dickie vrij snel en daarvan had hij ook bij elke pagina van oké, dan gaan we naar de volgende. Dus dat was een iets wat er heel duidelijk wat heel duidelijk was wat er uitsprong. Vervolgens ga je op de weegschaal staan. Dat heeft Dennis voor ons gedaan. Een aantal dingen hiervan waren helemaal niet duidelijk. Bijvoorbeeld dat daaronder bewogen een woord weegschaal zoeken en er was zo'n rondje wat bewoog, maar dat zag Dickie eigenlijk pas heel laat. En hij zei, oh ja, het is wel heel handig om dat te weten, dat het, als het gelukt is. Maar ik zag het eigenlijk niet, pas totdat jullie het zeiden. Dus maak dat duidelijker, want daar heb ik iets aan. En dan springt het er meer uit. In deze app moet je 2 keer op de weegschaal gaan staan. Daar kwam aan het einde, werd dat duidelijk. En Dickie zei, geef dat aan het begin al aan. Want dan weet ik dat er 2 momenten zijn dat ik daar iets mee moet. Ook hier fijn om iets bij het gewicht te kunnen zetten. Dat als je zelf doorhebt dat je veel zwaarder bent. Dat je een vraag aan je arts kan stellen. En misschien ook van, hey, ik merk nu zelf dat er iets verandert. En ik slaap ook slecht. Zou dat eventueel iets, een samenhang kunnen hebben? En wat kan ik dan doen om het te verbeteren? Moet ik iets aanpassen? Aan het einde, als je dan het allemaal hebt ingevuld, vond ik het heel fijn dat je kon zien dat je iets verstuurd hebt. Dus fijn dat je zo'n bevestiging krijgt, want dan weet ik dat ik het goed gedaan heb. Wat wel verbeterd kon worden is, er staat onder klaar voor vandaag extra ondersteuning nodig.
kijk bij zelfzorg. Voor Dickie was het niet direct duidelijk dat onderdeel zelfzorg linksonder in de app zelf zat. En hij dacht in eerste instantie dat hij zelf iets moest gaan opzoeken en zelf iets moest gaan doen. En toen we lieten zien dat onder dat icoontje bij zelfzorg erin zit, toen was hij eigenlijk heel blij dat hij dat allemaal helemaal niet zelf hoefde te doen en dat er heel veel tips en filmpjes stonden. Maar hij gaf wel aan van zet dat er duidelijker in, dat ik dat eigenlijk al in deze app kan vinden, want het helpt me. En dan hoef ik niet allemaal dingen zelf op te gaan zoeken. En ik denk dat was de laatste sheet. Dit is even om een beeld te geven van, goh, als je dan de app van Lusky gaat testen, waar loop je dan nog tegenaan als een taalambassadeur ernaar kijkt? Om een beeld te geven van, goh, het gaat soms om kleine dingen, maar wel heel belangrijk om zelfvertrouwen te houden, om die app goed te gebruiken en om ermee uit de voeten te kunnen. Tot zover. Ja. Dankjewel. Thea, ook dankjewel Lusky, Dennis, voor het feit dat je de app hebt laten testen. Want het was best wel een punt. We gaan zitten met Dickie en ik vond jouw reactie daarin ook wel heel mooi. We gaan wel de bevindingen met alle deelnemers van het webinar delen. Is dat niet spannend? Of dat je aangaf, nee, dat is eigenlijk precies wat ik belangrijk vind. En laat de bevindingen zijn alleen maar winst. Dus dat is heel waardevol. Op die manier in de wedstrijd zitten. Want het is altijd echt zoeken wanneer is het nou toegankelijk en begrijpelijk. En ik denk ook goed om te zeggen, Thea heeft nu met Dickie eergisteren getest. Dus N is 1. Vaak als we naar apps kijken, dan doen we dat vaker met 4 taalambassadeurs, om ook zo'n breed mogelijk beeld te krijgen. En we proberen ook wel vaak met degene die wil testen, ook goed door te vragen op, is de app vooral, voor wie is het vooral bedoeld? Is het voor meer bijvoorbeeld oudere mensen, zodat je daar ook bij je panel rekening mee kan houden? Ik denk een hele belangrijke oproep eigenlijk wel, zowel in het verhaal van Dennis, als wat ik eerder vertelde en wat Thea ook net aangaf, is ga vooral in gesprek met mensen. Want we hebben natuurlijk, er is een dienstverlening rondom het testen. Dat bestaat uit een aantal stappen. Wat wij bij Faros doen is, we kijken er zelf naar en herschrijven het. En daarna gaan we talen als deur zitten. Afhankelijk van wat je wilt bereiken, is het ook al heel waardevol of je nou een app wilt gaan ontwikkelen, of je wilt als zorgprofessional weten hoe je het best kunt toepassen. Ga het gesprek aan met je patiënten, cliënten of met mensen om wie het gaat. En ook, of kijk ook bij Stichting ABC, een belangrijke partner van ons die heel veel taalambassadeurs binnen de organisatie hebben. En zij kunnen ook een aantal taalambassadeurs mee laten kijken of gewoon in gesprek laten gaan. Dus niet altijd rondom een app. Maar ik hoop dus, ik ben heel benieuwd. Ik kijk ook even naar de chat. Ik weet niet of het reflecties zijn of wat vragen aan een van ons over hetgeen wat jullie hier hebben gehoord. Of wat inzichten die Thea heeft gedeeld. Benieuwd of daar, als er mochten daar vragen over zijn, dan kun je die of in de chat gooien of gooi je microfoon open en stel de vraag vooral. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, Dennis, wat vond je ervan om dit zo mee te maken en al die feedback te krijgen? Ik maak er natuurlijk regelmatig mee, want het testen van de app is hetgene wat we superveel doen. Specifiek gericht op laaggeletterdheid was een interessante insteek. En vooral inderdaad de eerste keer dat ik Dickie hardop hoorde lezen, wat was het ook alweer? En de vlak hardoppervlakte, dacht ik van ja, hoe ingewikkeld kan je de vloer maken? Dus dat is iets waarbij je hem het gewoon hardop horen zeggen, dan kan je echt stilstaan van, ja, dit is de meest ongelukkig gekozen term die we hebben waarschijnlijk. Maar ik sta er nog steeds achter, want niet alle vloeren zijn vlak. Maar dat is super interessant om dit mee te maken, ja. Mohammed, ik heb ook een vraag voor Dennis. Ja. Hoi, ik ben Anke van Dam en ik werk ook bij Faros, dus ik ben een collega van Mohammed en Thea. Wat ik vaak hoor van ontwikkelaars van apps, is dat het allemaal gewoon veel te veel tijd en daardoor ook geld kost om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, dus onze profijtgroepen mee te nemen in de ontwikkeling. Dat maakt dat heel veel ontwikkelaars afhaken daarvoor. Waarom doen jullie het wel en wat voor advies zou jij geven aan deze ontwikkelaars om het toch te doen?
Ja, het argument is natuurlijk, dat zei ik ook in de presentatie, iedereen kan ziek worden. Dus ook iemand die laaggeletterd is, kan ziek worden. En wij hebben natuurlijk als doel om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dus daarbij moet je inderdaad mensen helpen inderdaad die laaggeletterd zijn. En daar moet je misschien iets aandacht aan besteden. Het helemaal perfect doen is natuurlijk een keuze die je kan maken. Maar je kan al klein starten. Dus inderdaad, bijvoorbeeld, ga er gewoon een dagje naar kijken met de taalambassadeur. Of loop zelf met een copywriter door je teksten heen. Het hoeft niet in één keer perfect te zijn, maar gewoon met kleine stapjes en het continu steeds verbeteren, maak je het steeds beter natuurlijk. Ik zie in de chat dat het heel fijn is om dit inkijkje en op de naam terug te kijken is. Ja, zeker weten, de opname is opgenomen. Die krijgen jullie ook, die wordt nog even opgemaakt. En dan krijgen jullie ook de terugkijklink opgestuurd. Dus dat is zeker het geval. En ik zie ondertussen nog een vraag binnenkomen van Lianne. Je kunt niet altijd aan alle wensen van verschillende taalambassadeurs voldoen. Wat voor advies hebben jullie hoe hierin keuzes in te maken? Nou, mooie vraag. Dennis, wil jij als eerste? Of zal ik hem... Ja, misschien wel leuk. Ik liet het maar jou. Ja, Lianne, ik ben bijna benieuwd naar het voorbeeld, maar in het algemeen herken ik het wel. Wij testen dus ook met meer taalambassadeurs en maken daar dan ook wel een keuze in. En dat geef ik ook altijd wel eerlijk aan, van goh, als je nou de enige bent die dit zo vindt en het, is niet, en het kost heel veel geld of heel veel tijd om het aan te passen, dan kan het zijn dat dit vervalt. Maar er is ook altijd nog een wensenlijstje met dingen die later een keer opgepakt kunnen worden. Of bij, als je een doorontwikkeling maakt, dat het meegenomen kan worden. Dus mijn advies zou vooral zijn, hou de wensen altijd in je achterhoofd voor een later moment als het wel kan. Want de technologie, er is steeds meer mogelijk. Dus vaak is het een geld... Of een tijdsding. En misschien komt er later een moment dat het wel kan. Maar de belangrijkste wensen en dingen waardoor echt een app niet gebruikt kan worden, ja, dat zou altijd mijn advies zijn om dat wel altijd mee te nemen. Ja, binnen Lucie is hetzelfde. Elke vraag wordt gewoon geïndexeerd. We houden bij voor hoeveel mensen het een probleem is. Dus als het daadwerkelijk voor één persoon een probleem is, willen we het nog steeds oplossen. Maar als 10 mensen er last van hebben, dan zullen we natuurlijk een stuk eerder het probleem oppakken. Als 2 mensen conflicterende wensen hebben en advies geven, dan is vaak de oplossing interview nog iemand. Want dan heb je tenminste 3 antwoorden. Dat is beter dan die 2 antwoorden daar puur op gaan. Ja. Ja, en ook wat ik net al aangaf, probeer heel erg goed. Je hebt het vaak hoor je over kwetsbare groepen. En dat is een gigantische groep die weinig gemeen heeft met elkaar, zeg maar. Dus probeer ook altijd heel erg in... Voor wie is het? En wat zijn de vaardigheden van de mensen die er veel mee te maken krijgen? En dan kun je ook een iets betere afweging maken in hoe acceptabel het is dat je een bepaalde suggestie van een taalambassadeur wel of niet meeneemt. Zeg maar. Het is heel goed. Voordat ik verder ga in de chat, ik zag Catherine net met een handje omhoog. Catherine Bolman. Catherine Bolman. Ik werk bij de Open Universiteit Hoogleraar e-health toepassingen. Heel interessante sessie vandaag. Heel veel goede dingen gehoord over hoe kan je nou een app zo gebruikersvriendelijk mogelijk maken, vooral voor die kwetsbare groepen. Ik denk dat jullie daarin ook heel goed werk doen. Ik vroeg me af, in hoeverre kijken jullie ook hoe de zorgprofessional qua ondersteuning goed kan aansluiten bij een patiënt? En hoe zorgen die ervoor? Of hoe kan je een patiënt nou motiveren om toch ermee aan de slag te gaan? Kijk, want je kunt een hele mooie app maken, hè, die precies past bij die doelgroepen. Maar ja, hoe krijg je ze zover dat ze het gaan uitproberen? En welke vaardigheden heeft de zorgverlener daarvoor nodig om het een patiënt zover te krijgen? En om ook te zorgen dat je het niet meer één keer gebruikt, maar dat het een gewoonte wordt zolang die persoon ziek is. Ja, mooi. Ik weet niet precies voor wie die is, ja, maar... Nee, ik zit ook... Ik sta te trappelen om te antwoorden. Ja, ga je gaan DA. Ja. Nee, hele mooie vraag. En er zit ook heel erg in die 4 stappen van IELTS. Wat ik heel veel tegenkom bij huisartsen en ook bij specialisten is een hele onderschatting of overschatting van hun eigen patiënten.
Dus voor mij begint het altijd met de vraag te stellen, er is een app en ik wil je die gaan adviseren, maar hoe is het voor jou om met de telefoon op een app iets te doen? Dus ga het gesprek met patiënten aan over hun digitale vaardigheden. Hetzelfde geldt voor moeite met lezen en schrijven. Huisartsen worden vaak gezien voor patiënten als een vertrouwd iemand. Dus die luxe heb je om in gesprek te gaan met de patiënten. Dickie zegt ook altijd, mij wordt heel vaak niet verteld dat er een app is. Dus als ik nog ineens weet dat iets bestaat, hoe kan ik dan een keuze maken of ik het kan gebruiken? Als je dan daar een beeld van hebt, weet dan ook wat er in de buurt qua ondersteuning allemaal te vinden is. Er is in de bibliotheken, in buurthuizen, zoveel mogelijkheden om ondersteuning te bieden. En als zorgprofessionals daarvan afweten en daarmee samenwerken, dan is die doorverwijzing ook veel makkelijker. Want in de zorg is heel veel drukte. En zeker bij huisartsen momenteel. De illusie dat een huisarts een app gaat uitleggen aan een patiënt, ja, die ben ik inmiddels wel kwijt. Ja. Maar weet dan waar de ondersteuning te vinden is. Wij hebben vanuit Fabels ook een quickscan ontwikkeld, waarbij een aantal simpele vragen staan die je aan je patiënt kan stellen. Om erachter te komen van hoe digitaal vaardig is iemand nou. En maak daarin ook, ja, ze noemen dat met een moeilijk woord, normaliseer het probleem. Daarmee bedoel ik, vertel dat heel veel mensen digitale vaardigheden daar moeite mee hebben. Dus zeg gewoon, ik heb heel veel patiënten die computers moeilijk vinden, maar weet dat je er heel veel over kan leren in de bibliotheek. En daar worden heel veel initiatieven momenteel in het land. En Catherine, volgens mij weet je er een aantal best al van qua samenwerkingen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja. En is dit een... Ja, nee, ik ben het ook zeker met je eens dat soort dingen heel belangrijk zijn. De houding en de kennis, expertise van de zorgverlener is belangrijk. Wat ik ook zie als de verpleegkundige er zelf niet achter staat, achter zo'n tool, dan zal hij de patiënt ook niet aanbevelen. Dus en ook zie je iemand in staat tot, die beslissing wordt vaak gemaakt. Ik denk dat het ook goed is om dat aan de patiënt over te laten. Maar los daarvan denk ik een stap naar een bibliotheek om een app te gaan installeren die wellicht behulpzaam kan zijn, denk ik dat dat soms ook nog wel een stap te ver is voor veel mensen. Dat je heel dicht, ik snap dat een arts daar geen tijd voor heeft, maar een POH of een andere wijkverpleegkundige of een verzorgende zit heel dicht bij de patiënt, vaak in het dagelijks leven van de patiënt, die zou misschien wel kunnen helpen, want op het moment dat iemand daar zelf mee aan de slag moet, dan denk ik dat het ook best moeilijk is. Maar ik ben het wel met je eens dat de dingen die je noemde, dat wel goede faciliterende factoren zijn. Ja. Ja, en de bibliotheek is voor veel laaggeletterden ook nog wel een moeilijke plek om naartoe te gaan. En je ziet ook steeds meer initiatieven dat de bibliotheek bijvoorbeeld in het gezondheidscentrum dan trainingen geeft. Dus ook daar, hoe dichterbij en hoe in een vertrouwde omgeving, hoe fijner. Dat deel ik helemaal met je. Ja. Dankjewel. Ja, het is ook wel vooral met de verwijzing naar de bibliotheek. Wat wij nu veel al proberen op te zetten is vanuit het idee om mensen überhaupt overweg te laten gaan. Om te laten gaan met een telefoon, met een smartphone of met mail. Dus een soort van basis. En dat het dan het zou een hele mooie opstap zijn dat je op een gegeven moment helpt met specifieke een portaal of een PGO. Dus dat zou dan toekomstmuziek kunnen zijn. Maar inderdaad wel in die vier stappen. We proberen dus ook heel erg in te zetten op met wie heb je te maken. Als je het bijvoorbeeld hebt over echt mensen die laaggeletterd zijn, of bijvoorbeeld oudere mensen, proberen ook te zeggen van, kun je ook niet de mantelzorgers of de kinderen van betrekken? Is dat de mogelijkheid? Want het zijn toch vaker de mensen die, zodat mensen er toch van kunnen profiteren, en dat er iemand is in hun omgeving die ze daarbij helpt, zeg maar. En uit eigen ervaring weet ik ook dat heel goed werkt, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar zo moet je altijd een beetje experimenteren met wat werkt voor wie. Maar... Ja, en dicht bij het sociale netwerk van de cliënt blijven. Dankjewel. Ja, helder. Dankjewel, Catherine. Voor ik naar Dominique ga, er waren nog twee vragen in de chat. Was één vraag van Sophie. Terechte opmerking, zoals de titel ook aangeeft, in dit deel ging vooral over een app, maar je ging ook tips geven over een gebruiksvriendelijke website. Ik denk dat ook nog gaan namelen. Of het algemeen, we willen vooral ook aangeven van hoe zorgen we voor toegankelijke en begrijpelijke informatie. En de aanpak met talenambassadeurs en de content, die is voor een app bijna gelijk aan die van een website, zeg maar.
Maar wij zullen nog wel wat linkjes doorsturen. Ook wat inspirerende voorbeelden van bijvoorbeeld kijksluiter, die we ook echt daadwerkelijk getest hebben. Hoe je bijvoorbeeld met een website opbouwt. Maar de aanpak is eigenlijk wel hetzelfde. Van, ga in gesprek, betrek mensen vanaf het begin. Welke informatie wil jij delen en hoeveel informatie kunnen mensen aan? Ik weet niet of je dat een iets te makkelijk antwoord vindt voor de verwachting die we gecreëerd hebben, misschien met de titel. Nee, dat is oké. Ik kijk uit naar de link dan. Sorry? Dat is oké. Ik kijk uit naar de linkjes dan. Oké, ja, dat is helemaal goed. Dankjewel. En ik zag nog een vraag die wat net binnenkwam van Pieter. Pieter Don. Van biedt Faros op controle met taalambassadeurs als dienst aan? Jazeker. En we bieden verschillende manieren aan. Want het zijn natuurlijk ook verschillende behoeftes en ook verschillende budgetten. Dat is, we zullen straks ook een link sturen naar onze pagina. En eigenlijk kun je heel veel zelf doen. We hebben een checklist online toegankelijke informatie. We hebben een VBI. Beoordelingsinstrument. Beoordelingsinstrument. Dus er zijn heel veel materialen. We hebben een wensenlijstje van taalambassadeurs. Die heeft Theo ook opgehaald van waar lopen taalambassadeurs of algemeen tegenaan en wat zouden hun wensen zijn. Dat zijn allemaal documenten die we ook op onze website hebben. En die geven al een heel goed beeld van wat je kunt doen zelf. En daarnaast, als je echt aan de slag wil, met een app of wilt echt laten testen door ons. Dat doen wij vaak samen met de taalambassadeurs. Dan kunnen we daarover in gesprek. Nou, een van de voorbeelden wat een goed idee heeft Thea deze week geïnitieerd. We kregen van een huisartsenpraktijk het verzoek om een brief, de griepprikbrief, te testen. Zeg maar dat het een heel belangrijke brief is waar veel dingen fout gaan. En toen dachten we, ja, hoe kunnen we dan tegemoetkomen in de vele huisartsenpraktijken die er allemaal tegenaan lopen? Dus we hebben de griepprikbrief van die ene praktijk herschreven en getest. En die gaan we dan ook live zetten als voorbeeld voor alle huisartspraktijken in Nederland die hiermee dealen. Zodat dat ze die direct makkelijk van onze website of andere plekken kunnen afhalen. Dus ik weet, Pieter, ik hoop dat dat antwoord is op jouw vraag. Ja, geweldig. Dankjewel. Ja. Dan ga ik nu voor de laatste vraag denk ik naar Dominique. Ja, ik heb het ook onzichtbaar gehouden. Ik reageer ook een beetje op het gesprek van net. Wat ik merk is dat het ook belangrijk is dat als je mensen vraagt om in een app iets te doen, dat dan je zorgverlener er ook iets mee doet. Ik vul elke week heel vriendelijk mijn vragenlijstje in, maar daar gebeurt dus nooit iets mee. En dan denk ik, dat is natuurlijk ook heel frustrerend voor patiënten als je wel aan ze vraagt om dagelijks of elke week of regelmatig dat te doen, dat als er dan nooit iets terugkomt, dan denk je, ja, waar doe je het dan voor? En ik had aan Thea een vraagje, want op een bepaald moment in wat je liet zien, bijvoorbeeld over dat gewicht, zien ze dan ook het gewicht van de vorige keer? Want dat was niet zichtbaar, hè? Want niet iedereen kan onthouden hoeveel ze de week daarvoor wogen. Ja, die ga ik even toch doorpassen naar Dennis. Ja, nee, de patiënten hebben zeker inzicht in hun trend. Dat is zeker wenselijk natuurlijk, want voor heel veel patiënten willen ze natuurlijk hun trend zien. En op de vraag van inderdaad een reactie komen, dat merken wij ook binnen Lucy. Patiënten hebben wel de verwachting dat er een contact blijft. Ze willen wel dialoog hebben met de zorgverlener. In het begin met Lucy bijvoorbeeld, waar de sommigen die heel erg fanatiek waren en 10 vragen aan een patiënt gingen stellen elke dag, dan is het heel erg lastig voor de patiënt. De patiënt is ten eerste niet, wil waarschijnlijk die tijd er niet aan besteden. Dus het is ook heel erg uitzoeken per ziektebeeld. Hoe vaak initieer je contact? Wat doe je als het goed gaat? Want anders dan neem je alleen maar contact op wanneer het slecht gaat. En misschien is het sowieso na 3 keer iets gedaan te hebben goed om een berichtje te sturen. Hey, je doet het super. Blijf vooral zo doorgaan. Het kan heel erg laagdrempelig zijn, gewoon een berichtje zoals dat. Of het kan echt videobellen zijn. Ja. Maar dan wordt het meteen, als we even uit de patiëntenkant gaan, dan wordt het meteen een medische app. Dus dan moet die voldoen aan de Medical Device Regulation.
Ja. En, ja, sorry, ik zat te praten in de context van Lucie, inderdaad. Dus ja. Daar moeten wij aan voldoen, inderdaad. En Lucie voldoet daar ook aan? Ja, type 2 medisch device. Oké, okay. Ja, nee, maar dan weten we dat die optie er ook is, want dat, dat is toch altijd een grote discussie. Ja, en Dominique, ik zie daar zelf ook wel bij zorgverleners een verschil in, dat ze daar steeds beter en makkelijker in worden. 2 jaar geleden antwoordde mijn huisarts binnen 4 dagen een e-consult, nu binnen een halve dag. Dus ja, daar gaat ook gewoon, ja, dat kost tijd van beide kanten, denk ik. Ja. Nee, COVID heeft enorm geholpen. Sorry dat ik het moet zeggen, maar in dit gebied was COVID even een kleine zegen. Ja. Ja. Nou, dankjewel, Dominique, voor je vraag. Ook dank alle voor jullie aanwezigheid en jullie aandacht en de interessante discussie. Volgens mij gaat Sandra nog 1 laatste slide delen, want dat was voor ons ook even een experiment om dit samen met Dennis, Lucie op te pakken, om het toch te proberen ook vollediger te zijn in hoe we kennis en expertise delen met een bredere groep. Het zou ons erg helpen als jullie proberen makkelijker te maken met een QR-code. Als jullie de 2 vragen die achter de QR-code zitten zouden willen beantwoorden. Want dat geeft ons ook weer goede inzichten voor een volgende sessie die eraan komt. We hebben een x-aantal artikelen geschreven in de afgelopen periode. Waar eentje van is met de CEO van Lucie, Daan Domen. Die zullen we ook nog even met jullie delen in de bedankmail die we nog gaan sturen. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de dienstverlening, wat kan ik doen? Neem vooral contact met ons op, maar kijk ook op onze website, waar je een veelheid aan middelen treft over hoe doe je het, de wenslijsten waar ik net over had, wat kan ik zelf doen, welke vraag kan ik aan Faro stellen over de samenwerking met taalambassadeurs. Dus we zijn heel blij met jullie respons op de evaluatie. En hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En ik zie wat als je geen QR-code hebt. We zullen ook voor de zekerheid nog de link naar de evaluatie ook in de bedankmail meenemen. Dus als het nu even niet lukt met de QR-code, dan zijn we ook heel erg dankbaar als je op de link klikt in de mail die volgt. Dank jullie wel.